Het was voor Euskan Akjol de reden om zijn boezemvriend Matthijs van Nieuwkerk publiekelijk de rug toe te keren. Een filmpje waarop de gevallen tv-ster zich vreselijk misdraagt tijdens de repetities van de wereld draait door. En het lijkt een kwestie van tijd voordat dit filmpje van Matthijs' Wanggedrag op het wereldwijde web wordt gegooid. Het bestaan van dit filmpje was tot nu toe alleen bekend in tv-kringen, merkt Wilfred Gené op in Vandaag een site. Je hebt het nu over beeldmateriaal, wat de mensen extra nieuwsgierig maakt. Tafelgast Euskan Akjol daarop, dat is in Hilversum geen nieuws. Wilfred, maar je bracht het alsof het nieuws was en zo werd het ook opgepakt door iedereen. Euskan, ik dacht dat het geen nieuws was inderdaad, maar voor de buitenstaanders is het kennelijk nieuws, ja. Sam Hagens vraagt zich af waar de beelden te zien zijn. Hoe heb je die beelden gezien, vroeg ik me af. Euskan, op een telefoontje. Sam, dat wordt rondgestuurd? Euskan, ja, dat is ook geen geheim, dat stond in het AD. Er is kennelijk zo'n actiegroep van oud-DWDD'ers die zich tegen hem hebben gekeerd en zij hebben allemaal beelden en weet ik veel wat. Het AD heeft inderdaad bericht over WhatsApp-groepen van zijn oud-medewerkers die over uren draaien, maar niet over een filmpje van Matthijs. Johan Derksen sorteert voor op het lekken van de Matthijs-beelden. Als er ex-medewerkers van de wereld draait door filmpjes op internet gooien, dan weet ik al van tevoren, zonder dat ik ze gezien heb, dat de filmpjes creatief geknipt zijn, want daar kun je het filmpje veel erger door laten lijken. Hij vervolgt: Je moet wel redelijk slecht in elkaar zitten als een jongen al helemaal kapot gemaakt is, om dan nog een keer een mes in zijn rug te willen steken. Euskan zou het openbaar maken van de beelden afkeuren. Daar heb ik ook wel moeite mee. Ik weet niet wat ze precies van plan zijn, hoor, maar als iemand op de grond ligt en echt kapot is. Hij vervolgt, je kunt nu wel concluderen dat die man dit jaar geen televisie meer gaat maken. Dan mag je iemand ook wel met rust laten en dan moet je niet gaan dreigen met, er komt nog een screenshot of beeldmateriaal of weet ik veel wat, maar kennelijk zijn ze zo boos op hem en willen ze zo graag wraak nemen dat ze hiermee dreigen. Het filmpje van Matthijs gaat in Hilversum al massaal rond. Alleen Euskan al heeft het meermaals onder zijn neus gehad. En daardoor is zijn mening over Matthijs ook veranderd. Als drie, vier mensen met wie ik ook werk dat aan mij laten zien, en ik dan zeg dat ik het niet weet of dat het allemaal wel meevalt, dan ben ik toch een huigelaar. Ik kan wel blind zeggen, hij heeft gelijk, maar ik weet het gewoon niet.